Niet-sturende coaching of therapie richt zich op de volgende vijf aspecten. Het is een humanistische benadering waarbij het belangrijkste uitgangspunt is dat mensen over het algemeen betrouwbaar zijn, vindingrijk en in staat tot zelfinzicht en zelfsturing om constructieve verandering te bewerkstelligen en een effectief en productief leven te leiden. De persoonsgerichte benadering gaat ervan uit dat de cliënt in een omgeving in staat is zelf onderzoek te doen, tot een groter zelfinzicht te komen en een verbeterd zelfconcept te ontwikkelen. Zelfonderzoek betekent in deze context naar je eigen gedachten, gevoelens, gedrag en beweegredenen kijken en naar het waarom vragen. Het betekent op zoek gaan naar de wortels van wie we zijn. Zoeken naar alle antwoorden op alle vragen die we over onszelf hebben. Voor een succesvol coachingsproces ligt de focus ook op de kwaliteit van de coach, die zich op een niet-oordelende manier moet kunnen inleven. De coach geeft geen advies of aanwijzingen en grijpt niet in. Het is belangrijk om te benadrukken dat het gebrek aan sturing zowel geldt voor de inhoud van het gesprek als voor de rijkwijde daarvan. Dit leidt voor beide, coach en cliënt, tot een relatie waarbij de cliënt problemen kan oplossen en geholpen wordt om veranderingen bij zichzelf te bewerkstelligen. En dit is allemaal gebaseerd op de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt voor zijn leven. Zoals we uit de persoonlijkheidsleer weten, kent het door het humanisme beïnvloede niet-sturende en cliëntgerichte werkwijze diverse kernconcepten. De belangrijkste daarvan zijn de volgende. Zelfverwezenlijking. Mensen hebben de neiging naar zelfverwezenlijking te streven. Zelfverwezenlijking wil zeggen zich op een complete manier ontwikkelen. Het vindt plaats tijdens het hele leven van de persoon die toewerkt naar intrinsieke doelen, zelfverwezenlijking en vervulling. Daarbij spelen autonomie en zelfregulering een rol. Met conditions of worth worden de oordelende en kritische boodschappen van belangrijke mensen aangeduid die invloed hebben op hoe iemand handelt en reageert op bepaalde situaties. Als iemand conditions of worth krijgt opgelegd, is de afstand tussen het echte zelf en het ideale zelf groot. Wat betekent dat er sprake is van incongruentie. Ook als iemand wordt blootgesteld aan een overbeschermde of dominante omgeving, kan dit een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld. Een volledig functionerend persoon, volgens Rogers, is iemand die in staat is tot zelfverwezenlijking een volledig functionerend persoon. Hoe dichter iemands zelfbeeld en zelfideaal bij elkaar liggen, hoe congruenter, consistenter de persoon is en groter iemands gevoel voor eigenwaarde. Fenomenologisch perspectief. De benadering waarbij de focus ligt op iemands directe verslag van zijn ervaringen en eigen belevingswereld. Carl Rogers benoemt 6 voorwaarden die nodig zijn voor verandering. 1. Contact tussen coach en cliënt. Er moet een relatie bestaan tussen cliënt en coach en die relatie moet zo zijn dat de wederzijdse perceptie van elkaar belangrijk is. 2. Incongruentie bij de cliënt. Er is sprake van incongruentie tussen de beleving van de cliënt en zijn bewustwording. Of anders gezegd, tussen het echte en het ideale zelf. 3. Congruentie bij de therapeut. De coach gedraagt zich congruent binnen de therapeutische relatie. De coach is zelf sterk betrokken en hij of zij doet niet alsof. En kan uit eigen ervaringen putten om de relatie goed te laten verlopen. 4. De onvoorwaardelijke positieve houding van de coach. De therapeut accepteert de cliënt onvoorwaardelijk, zonder oordeel, afkeuring of goedkeuring. Dit bevordert zelfachting bij de cliënt, omdat deze zich bewust kan worden van ervaringen toen anderen zijn of haar gevoel van eigenwaarde verstoorden. 5. Inlevingsvermogen van de coach. De coach heeft empathisch begrip
voor het innerlijke referentiekader van de cliënt. Waarachtige empathie van de coach helpt de cliënt te geloven in de onvoorwaardelijke genegenheid van de coach voor hem of haar. 6. Perceptie van de cliënt. De cliënt merkt, althans in minimale mate, de onvoorwaardelijke positieve houding en het inlevingsvermogen van de coach. 3 voorwaarden hiervan staan bekend als kernvoorwaarden. Rogers stelde dat de belangrijkste factor voor succesvol coachen de sfeer van de relatie is die wordt gecreëerd door de houding van de coach naar de cliënt. Hij specificeerde 3 onderling samenhangende kernvoorwaarden. Congruentie, een onvoorwaardelijke positieve houding en empathie. Alle factoren die we in de dia's hebben genoemd, leiden naar de vraag: wat betekent dit specifiek voor het proces van niet-sturend coachen? Laten we eens kijken naar het onderscheid tussen een directe en een indirecte benadering en de onderwerpen. Bij niet-sturend coachen is de persoon de deskundige die de agenda bepaalt. De coach helpt hem of haar over die agenda na te denken en vervolgens zijn of haar eigen deskundigheid in te zetten om de resultaten te krijgen die hij of zij wil. Niet-sturend coachen is faciliterend. Het is gebaseerd op reflectief leren en gestructureerde probleemoplossing. De coach heeft kennis nodig hoe hij mensen kan helpen zelf te onderzoeken en problemen voorop te lossen. Sturend coachen is het tegendeel. De coach bepaalt doelen voor de persoon of groep, stelt strategieën voor om die doelen te bereiken, benoemt middelen, houdt bij hoe de persoon of groep het doet en geeft evaluerende feedback. De coach is de deskundige die de persoon of groep vertelt wat hij of zij moet doen. Sturend coachen is instruerend. Het is een vorm van onderwijzen of trainen. De coach moet in de gegeven context deskundig zijn in het gedrag van personen of groepen. Niet sturend coachen is er sterk op gericht om mensen te helpen zelfbeperkende houdingen en aannames te overwinnen. Dat gebeurt door die houding en aannames ter discussie te stellen in de context van praktische probleemoplossing. Zonder verder stil te staan bij waarom de cliënt een bepaalde aanname doet, helpt niet-sturend coachen de cliënt dit als aanname, niet als een feit, te zien en verder te kijken. Iemand laten zien dat hij of zij in staat is problemen op te lossen, is een concreet bewijs van zijn of haar vermogen om te onderzoeken en zich te ontwikkelen. Het proces is in 4 fasen te verdelen. Eerste gesprek. Opbouwrelatie. Verduidelijken van de beginsituatie. Verduidelijken van de vereisten. Eerste psychologische hulp mogelijk maken. Tweede afspraak. Uitleg van het vervolgproces, bepalen van de spelregels, doelen en doelstellingen. Vervolgproces. Begeleiding, begrip en inleving, niet oordelende feedback, zelfonderzoek stimuleren. Afsluitende gesprek. Evaluatie, verifiëren van de overdracht. En vervolgcontact. Hulp kan worden verleend door verschillende technieken van niet-sturend coachen. Hier zijn 6 voorbeelden. Aandachtig luisteren. Om te kunnen helpen moet de coach de cliënt begrijpen. De coach krijgt dat begrip door aandachtig te luisteren naar wat de cliënt te zeggen heeft, hoe die het zegt en wat hij of zij niet zegt. Bij aandachtig luisteren wordt de coach geacht zijn oordeel op te schorten, elke agenda opzij te schuiven, ook hulpagenda's, en zijn eigen aannames ter discussie te stellen. Naast verduidelijking en samenvatten door de coach de bevestiging dat hij het heeft begrepen, moet ook de cliënt de tijd krijgen en moeten zijn of haar gevoelens worden erkend. Dat wil zeggen
De emotionele inhoud van wat de cliënt zegt. Dat is de kernvaardigheid en basistechniek van niet-sturend coachen. Doelgerichte, niet-sturende, niet-oordelende vragen. Bij niet-sturend coachen is dit zowel een uitbreiding als verdere ontwikkeling van actief luisteren. Het is niet-sturend en niet-oordelend, maar altijd doelgericht. Het enige doel is de cliënt helpen zijn of haar doel te bereiken. Daartoe richten de vragen zich vooral op wat de cliënt moet doen, hij of zij gaat doen en wanneer. Het enige doel van de coach is begrijpen wat de cliënt zegt. Vragen stellen helpt de cliënt omdat hij of zij dan de kans krijgt wat hij of zij wil doen door te spreken met iemand die oprecht geïnteresseerd is in zijn of haar succes, gelooft in zijn of haar bekwaamheid, weet hoe hij hem of haar op het juiste spoor moet houden en nooit probeert hem of haar te zeggen wat hij of zij moet doen. Constructieve uitdaging. Een constructieve uitdaging ondersteunt de cliënt om verder te komen. Dat kan variëren van de cliënt vragen meer opties te benoemen, de betekenis van een ervaring te heroverwegen, de focus van de cliënt weer op zijn of haar doel te richten tot hem of haar te houden aan een belofte die hij of zij heeft gedaan. Dit helpt om de cliënt bewust te maken en verantwoordelijkheid op zich te nemen, maar altijd ondersteunend en op de eigen voorwaarden van de cliënt. Geruststellen en bevestigen om zelfvertrouwen op te bouwen. Door aandachtig te luisteren, te combineren met doelgerichte, niet sturende, niet oordelende vragen en constructieve uitdagingen, stelt de coach de cliënt gerust en bevestigt hij dat die het in zich heeft om zijn of haar doel te bereiken. Als de cliënt aan zichzelf twijfelt, stelt de coach of hem of haar gerust en spreekt expliciet zijn vertrouwen uit in de capaciteiten van de cliënt. Als de cliënt vooruitgang boekt, hoe gering ook, wijst de coach daarop en helpt die de cliënt dit te koppelen aan zijn of haar eigen inspanningen. Motiverend interviewen is onderverdeeld in 4 processtappen. Betrekken. De cliënt betrekken bij het spreken over kwesties, zorgen en verwachtingen en een vertrouwensrelatie op te bouwen met een therapeut. Focussen. Het gesprek toespitsen op gewoontes en patronen die de cliënt wil veranderen. Oproepen. De motivatie van de cliënt voor verandering opwekken door zijn of haar besef van het belang van veranderingen, zijn of haar vertrouwen in veranderingen en zijn of haar bereidheid om te veranderen te versterken. Plannen. De praktische stappen ontwikkelen die cliënten willen zetten om de gewenste veranderingen te realiseren. Cognitief herstructureren. Cognitief herstructureren omvat de volgende stappen. Identificatie van problematische cognities die bekend staan als automatische gedachten, die een dysfunctionele of negatieve kijk op zichzelf, de wereld of de toekomst zijn, gebaseerd op bestaande overtuigingen over zichzelf, de wereld of de toekomst. Bepalen van de cognitieve vertekeningen in de automatische gedachten. Rationale betwisting van automatische gedachten met behulp van de Socratische methode. Ontwikkeling van een rationele weerlegging van de automatische gedachten.